Would you be my? It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn. Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we een potje Rocket League spelen. Even een lokaal spel. Nou, trouwens, we doen dus een online potje voor de gein. Ja, dit is wel makkelijk. Ik wil even wat duidelijk maken. Aankomende maand, dus de maand oktober, gaan we wat meer video's per week plaatsen. We gaan maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag worden. En we gaan meteen meedoen aan een spel. We staan 1-0 voor. En ik word gewoon nu al geklust. En we scoren wel. Hartstikke mooi goal. Hartstikke plunge, maar ja. Dan zeggen we wel even dankje. De laatste tijd moet ik wel eerlijk toegeven dat ik weinig tijd heb gehad om dingen op te nemen. Dus dit is eigenlijk een video uit nood. Zoals ik het zie. Ik had ook puur eigenlijk niks om op te nemen. Dus moesten we iets. En op zich is het voor mij nog best makkelijk om op te nemen. Helaas, een opname hiervoor deed mijn microfoon het op een of andere manier niet. Ik ga jagen, vriend. Kick hem. Nu wel kicken. Die gaat hoog. En ik mis hem. Die andere heb hem nog. Gelukkig. Maar wat ik sowieso wil gaan doen is top 10 plays of the month wil ik ook gaan doen. Besef ik me nu ook dat het misschien wel handig is als ik gewoon wat spellen offline ook ga spelen. En als ik dan zeg zo van oh dat was een mooi game of dat soort dingen, dan zetten we die gewoon in. Zetten we de muziekje onder en dan is dat de video. Klinkt wel even logisch. Mooie redding. Was nodig. Jammer, als je die eerder had gegeven, had ik hem. Ik blijf wel even achter nu. Nee, hij zit. Nu hebben jullie Rock, die krijgen hem op zijn naam. Eentje die kan nog niet tegen zijn verlies. Die Thai boy. Die zat in het tegenstandersteam. Maar die kan helaas nog niet tegen zijn verlies. Wij hebben de eerste aanraak volgens mij. Komt ie. En zat hij er goed in. Niemand had de eerste aanraak. En ze waren weer tegelijkertijd. Dit was echt een mooie paas. Volgens mij zijn we de enigste. Oh nee, we spelen met twee veteranen. Eén in ons team en één nog in de tegenstanders. Op zich zo gaat het wel lekker. Weinig te klagen. Ik heb twee goals en een assist op mijn naam.
Ja, mijn kanaal. Of mij, ik weet niet waar ik ben. Oeh, heb je geluk dat hij hem mist. Daar zit erin. Mooi schot. Mooi schot was dat. Als een schot een goal. Ja, hoppatee. Had ik hem nou? Volgens mij had ik hem. Ja, ik had hem. Ook een hat-trick op mijn naam. Altijd leuk een hat-trick op je naam hebben. Bal mist, maar die tegenstander niet, dus dat scheelt. Oeh, dit is een kutbal. En ja hoor, we winnen. Ah, zal wel. Maar aankomend weekend... Ja, aankomend weekend eigenlijk al wil ik er meer gaan doen. Dan alleen... hoe noem je het? Dan alleen één video. Dan wil ik eigenlijk meerdere video's. Nou, we gaan niet nog een keer. Het wordt gewoon een hoofdmenu. Dan wil ik eigenlijk meer video's gaan uploaden. Dus aankomend weekend komen er... Even kijken, aankomend weekend is het. Ja, dat is die. Dan heb ik al één video klaarstaan van Overwatch. Dan ga ik waarschijnlijk of een livestream bij knallen die ik dan ga doen, of ik zet er nog een video bij. Maar dat gaat dan de andere dag worden. Dus daar moeten we er nog even van na gaan kijken van hoe ik dat ga doen. Maar sowieso, deze week is nog een beetje nog kijken van hoe ik wat ga doen. En vanaf dat weekend daarna heb ik al twee video's klaarstaan. Een highlight video, eigenlijk al vrij snel voor Overwatch. Ik heb er toch een klaarstaan. En een Overwatch video gewoon zelf. Maar dan heb ik nog niks voor de woensdag, dus daar moet ik nog even wat voor hebben. Voor de mensen die daar een idee voor hebben, laat het in de reacties beneden even achter van wat ik moet gaan spelen of wat ik zou kunnen spelen. En voor de rest, ja, ik heb weinig te melden nu nog. Ja, alleen op het blauwe duimpje kan klikken en je kan abonneren. Voor de rest niks. Nou. Dan zie ik jullie denk ik allemaal bij een volgende video of bij een andere livestream. Laters.